Hey allemaal, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe extra video. Mijn naam is Merel Christina en vandaag heb ik weer een fashion video voor jullie. Ik heb namelijk 11 back to the office outfits samengesteld. Als eerste, ik klink misschien verkouden. Je kan af en toe een traanoogje voorbij zien komen. Ik ben verkouden, negatief jongens. Ik heb 3 keer getest, niks aan het handje. Ik heb gewoon een beetje een verkoudheid te pakken, maar dat mag zeker de pret niet drukken. Want ik ga lekker filmen. Ik heb dus 11 back to the office outfits samengesteld. Ik begin in september met mijn stage op het hoofdkantoor van de Sting, waar ik super veel zin in heb. En ik heb het geluk met mijn stage dat ik letterlijk alles aan mag wat ik wil. Ik mag ook broeken met gaten aan, dus dat is voor mij super fijn, want daar voel ik me gewoon heel fijn in. Dan kan ik leuke outfits mee maken. Dus er zitten ook 2 broeken met gaten in deze video. Ik weet natuurlijk dat heel vaak op kantoor broeken met gaten eigenlijk niet zijn toegestaan, maar dan kan je het gewoon vervangen voor een broek naar keuze natuurlijk. Maar ik dacht, ik moet het ook wel een beetje betrekken op hetgeen wat ik aan zou doen naar de office. Dus ik heb voor jullie outfit samengesteld. Het is van comfy voor op dagen dat je geen zin hebt om helemaal dressed up te gaan. Dus gewoon simpel outfitjes. Outfitjes met blazers, met blouses, met pantalons, met gewone jasjes, wat ja, ik ook naar de stad aan zou doen, want ik mag dat gewoon aan naar stage. Super chill. En met jurkjes, dus eigenlijk een beetje voor iedereen wat wil. Dus mocht je nou inspiratie nodig hebben voor jouw office outfits eigenlijk, zou ik zeker zeggen, kijk lekker verder. Thank you.
Ondertussen is het een zooitje achter mij. En dat ga ik jullie niet laten zien. Ik heb de outfits gefilmd. Zoals ik al zei, heel erg divers. Gewoon van alles wat aan bod komt. Dus ik hoop dat jouw stijl er ook tussen zit. En dat je er wellicht wat inspiratie uit hebt. Mochten jullie meer outfit ideeën willen voor bepaalde dingen. Laat zeker in de comments achter. Want dan kan ik vaker zo'n video opnemen. Dus ik wil jullie vragen om een duimpje omhoog te doen als jullie het leuk vinden. Te abonneren op mijn kanaal om dus op de hoogte te blijven van meer fashion video's. En laat dus een leuke comment achter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Natuurlijk.